Wat doe je? Huh? Wat sta je te doen? Wat sta je te doen? Wat spook je uit? Ik beeld het verhaal uit natuurlijk. Je beeld het verhaal uit. Het is toch leuk voor de mensen die jou niet kunnen volgen. Die denken, waar heeft die gek het over? Die zien mij, het uiber, net als in de musical. Net als in de musical. Wie zou de gek zijn? Jij? Want het gaat over rood kapje. Je hebt de gele muts op je kop. Ja, dat weet je toch wel? Wat moet ik weten? Pas bekend, iedereen weet kranten. Fred Emmer stond er bol van. Stond Fred Emmer bol? Rood kapje? Ja. Was kleurenblind. Is pas bekend geworden. Is dat zo? Eigenlijk heten ze geel mutsje. Zijn ze pas achtergekomen? Och, zijn ze pas yellow cap, zeggen de Fransen. Yellow cap. Maar hoe zijn ze erachter gekomen? Door opgravingen natuurlijk. Ze waren aan het opgraven. Wie hebben de opgravingen gedaan? Gewoon zo'n stel argelozen. En die kwamen. Ja, het is nou wel mooi. Doorgaan, hè. Doorgaan. Oké, okay, heren. Doorgaan. Net inhouden. Normaal dan scheur mijn overhemd open en dan word ik helemaal groen. Het was heel griezelig hoor, wat je nou deed. En hoe komt het allemaal? Omdat je de verkeerde melodie speelt. Je speelde doorgaan. Nou, dat voel je toch ook? Nee. Ik bedoelde dat je met de oorspronkelijke melodie moest doorgaan. Dat weet ik zelf ook wel, hoor. Het is de ene fout dat de andere die je staat te maken, hè? De ene grote blamage dat de andere. Ik ben toch wel eens een keer heel erg toornig. Hè, word nou niet toornig, hè? Ja, ik ben zeer toornig. Hè, je gaat zo schilferen. Nou, als je toornig, hè? De ene fout dat de andere. Een blamage. Iedereen dat is het nou juist. Je staat zo vergeten. Ik geneer me zo. Nou, niet zo boos nou, hè? Natuurlijk ben ik boos, maar zeer boos. Niet zo boos. Als jij de goede melodie speelt, ben ik niet meer boos. Hoi. Dat vind ik zo goed van je, weet je dat? Dat vind ik zo goed van je. Ik vind je goed, hoor. Ik vind je hartstikke goed, hè? Oh. Vind je even de beste? Dank. Ik vind je even de beste. Dank je zeer. Ik wel. Vind je hartstikke goed? Ik wel. Dank je. Ik wel. Hoezo? Wat jij wel. Wat jij wel. Laat ze maar lachen. Lachen? Laat ze maar lachen. Mensen. Ik vind je goed, hoor. Mensen lachen aan mijn voeten. Ik vind je goed, hoor. Oké. Het is genoeg zo. Gigant. Kei. Het is te veel. Zet hem even af. Nou, goed, toch een zak. Altijd mijn buik afvuren. Zeg, wat is er nou weer? Even vragen uit de kerst of je even je geurvreters aan wil doen. Wordt gevraagd. Wie vroeg dat? In die witte Wie jas. In die witte jas. Schuwelijk, het was niet. Heren, dan gaan we. Attentie, daar komt u weer. 1, 2, 3, 4. Plotseling hoorde het meisje in de struiken achter zich een vreemd geritsel. Ze keek om en daar stond de wolf. Eerst schrok Roodkapje wel wat. Maar de wolf kwam heel voorzichtig naderbij om het meisje niet aan het schrikken te maken. En de wolf zei... Niet schrikken, ik ben het... En de wolf zei... Nou, mevrouwtje... Gelooft u werkelijk dat één theelepeltje treft langer meegaat dan u denkt? De wolf ging er als een haas vandoor. Openmaken, hey! Wie is daar? Nou,
Laten we nou niet van die domme vragen gaan stellen, hè? Nou, wie zou daar nou zijn? Nou, nou zijn we even schieuwnierig met z'n allen, hoor. Wie kan dat nou eens, hè? Ho, ho, sprookje. 1914 van zondag. 3 maanden ineens op zondag. 2 op zondagmiddag. Nou, wie zou daar nou voor de deur gaan? Weer die vent met die encyclopedie? Zo, encyclopedie. Zo, in een andere uitzending staat een schets van de encyclopedie. Ja, alsjeblieft, zeg. Er kwam ook een man en aan de deur. En voor grootmoeder iets kon doen, at de wolf haar in 1 hap op. Wat is er? Zo'n oude dronken opoe in 1 hap. De wolf ging in grootmoeders bed liggen. Ja, voedselvergiftiging natuurlijk. Toen kwam Roodkapje bij het huisje van grootmoeder aan en klopte op de deur. Overmorgen! En de wolf riep, trek maar aan het touwtje, dan gaat de deur van ze. Wat doe je nou? Ik trek aan het touwtje. Dat is het touwtje van het licht. Ja, zie ik ook. Hey, zeg alsjeblieft, doe dat licht dan. Ik kan het touwtje niet meer vinden. Zoek. Hallo, heren van de Agenietenshof. Kan u even het licht aandoen? Ik kan het touwtje niet meer vinden. Even. Ah, fijn. Dank u. Nou deed je het weer. Sorry, mijn fout. Excuus, parfum, ook aan boven, maar er is paling. Hallo, heren van de Nietengenietenhof. Kan u nog 1 keer aan? Dank u. Trek maar aan het touwtje. Dan ga... Blijf nou toch eens van dat licht af. Je vraagt er zelf steeds om, hoor. Doe aan dat licht. Chagrijn. Heren, kan de klep nog 1 keer tegen de open kant? Wat heb je grote handen, wat heb je grote oren, wat heb je grote neus? We gaan niet persoonlijk worden, hè? Het klopt precies. We gaan niet persoonlijk worden, hè? Het klopt precies. Oh, wat heb jij je grote zonnebril op? Ik heb helemaal geen zonnebril op. Oh nee, zijn je neusgaten. Gelukkig kwam toen de jager binnen en die schoot de wolf dood. En toen die de schoten vandaan...